Goedemorgen. Het is koud, maar zonnig. Vaak gezocht hier. Kijken of we nog wat leuks kunnen vinden. Wish me luck. Nou, het eerste muntje. Denk en duid is nog slecht leesbaar. Maar misschien dat we thuis nog wat beter schoon kunnen maken. Er ligt in ieder geval nog wel wat. Op naar de volgende. Nou, volgende muntje. Een halve cent. Even draaien. Ja, het lijkt 18,37 te zijn. In ieder geval weer een muntje. Op naar de volgende. En de volgende, een musketkogel. Ongelooflijk, ja. Je ziet het nu misschien nog slecht. Maar ik denk dat ik weer zilver te pakken heb. Ik moet hem nog heel goed schoonmaken. Lijkt een mannetje die naar rechts kijkt. Dus misschien een kwartje van Willem. Geen idee, hij is echt nog flink aangekoekt. En de andere kant helemaal, maar thuis schoonmaken en dan zie je het resultaat terug. Maar ook aan de randjes te zien, moet dit zilver zijn in het formaat van een kwartje. Of misschien toch iets uit Duitsland. Ben benieuwd en je ziet hem straks terug. Zo, dit is onze munt zoals die eruit ziet voordat we hem gaan schoonmaken. Nou, is er weinig van te maken. Nu gaan we ermee aan. Nou, en het schoonmaken van zilver stelt niet zo heel veel voor. Laagje citroensap. Muntje erin. Kookwekker. 30 minuten. En ik ga hem om de 30 minuten even checken. Proberen wat schoner te krijgen. Kijken hoe goed hij er al uitziet. Eventueel herhalen, maar om het half uur even controleren, dus met een half uurtje zien we. Oké, half uurtje later. Onze munt. Aardig aangekoekt. Even kijken of we een beetje schoon kunnen wrijven tussen duim en wijsvinger. Nog niet, dus hij gaat gewoon weer een half uurtje terug en dit gaan we herhalen. Nou, het is geen kwartje, maar een 1 silber groschen uit 1855. Hij wordt telkens schoner, nog wat tijd in citroensap en als hij helemaal schoon is, laat ik hem hier. En nog een vierkante stuiver van tin. Tweede Wereldoorlog, hij is slecht leesbaar. Dus, of zink, sorry. Dat is altijd met het zinken geld. In ieder geval weer een leuke vondst. Blij dat ik nog zoveel vind vandaag op dit veld. Op naar de volgende. En weer een halve cent. Ja, het al slecht te lezen, maar nog steeds muntjes uit de grond. Yes. En de volgende vondst is een gesp. Niet zo heel oud. Nou, weer een munt. Lijkt de W van Willem op te staan. Hij is nog vrij dik. Dus ik denk dat met schoonmaken nog misschien wel een redelijk mooie Willem cent naar voren komt. Nou, een heel klein versierd stukje. Lijkt zilver. Geen idee wat het geweest is. En een mooie leeuwencent. Ergens 1881 of zoiets. Op naar de volgende. En een vingerroetje. Helaas niet helemaal compleet. En ik hoop ook nog steeds een zilver een keer te vinden. En dat is deze helaas niet. Maar leuke vondst nog wel weer.
En daar is de volgende leeuwenzend. Gaat op zich wel weer lekker. We hopen dat er ook nog een leuk zilveren muntje of zo tevoorschijn gaat komen. Op naar de volgende. En een stukje van een horlogesleuteltje. Helaas niet compleet. Was wel een leuke geweest als die compleet was. Op. Weer een halve Willemscent. Muntjes blijven komen, dus hoop toch nog dat er een zilvertje voorbij komt zometeen. Nou, weer een van de mooi versierd stukje. Geen idee wat het is geweest. Ziet er leuk uit. En een duitje uit Gelbria. Andere kant met het jaartal niet leesbaar. Volgende mooie koperen speldje met een hartje. Zou een fotootje of een afbeeldingje ingezeten kunnen hebben. Gespje aan de andere kant met een naald dicht gezeten. Kijken of we deze wat schoon kunnen maken. Ziet er leuk uit. Op naar de volgende. Van redelijk diep kwam dit vingerhoedje. En deze is ook redelijk compleet. Op naar de volgende. Yo mensen, daar ligt hij. Ik ben super enthousiast. Hij lag ook gigantisch aan de oppervlakte. Maar dit lijkt toch een zilveren munt. Ik moet hem nog even oppoetsen, maar. Ik zie hier een S staan. Zou dit dan een 6 stuiverstuk kunnen zijn? Ik denk het haast wel. Even oppoetsen. Zo terug. Nou, ik heb hem even op internet geplaatst. We hebben bevestiging. 6 stuiverstuk van zilver. Ik moet hem straks nog gaan schoonmaken. Dan zie je hem terug. Maar ik heb wat bij me. Het is koud. En hier worden we warm van, dus we gaan even vieren dat we deze hebben gevonden. Yes! Op naar de volgende. Nog een leuke vondst. Een houten zakmesje. Geen idee hoe oud die is. Maar een leuke vondst, die gaat ook mee naar huis.